Show what up, guys. Dat is een beetje rare audio. De wind waait echt... haperend of zo. Ik kan het eigenlijk niet anders verwoorden. Ik hoor echt een raar geluid. In ieder geval, welkom terug. Aflevering 39. Ik neem dit op. Best wel, ja, hysterisch en enthousiast. Namelijk, het is best wel laat. Het is 11:45 s'avonds nu. Ik kom eigenlijk net uit mijn werk thuis. Maar ik heb gewoon zoveel zin om het verhaal te vervolgen. Omdat ik dus de vorige keer tijdens mijn opnames bijna het spel uitspeelde. En ik het heel erg spannend vond. En juist daarom wil ik het lekker snel vervolgen. Dus ja, dat is nu eigenlijk de volgende dag. In de avond. En we zijn hier geëindigd op het randje van Siwa. Je ziet Siwa daar in de background. Naast het hele mooie grote meer. Je ziet hoe best wel mooi Siwa is. En ja, toch wel de schade die is aangericht door de Order. Daro, ergens daarachter, hebben we onze broer begraven in een tombe. Dat was best wel zielig. En waar we dus nu staan is op dit punt van de map. Dit synchronisatiepunt. Kijk, hier hebben we onze broer begraven. En ja, Hiro. Zitten wij nu op een synchronisatiepunt en gaan we noordelijk trekken in nieuwe gebieden. Dus als we hier omhoog gaan klimmen, zullen we vanzelf een nieuwe regio ontdekken. Ik ben er best wel benieuwd naar, zeker omdat we hier nog nooit zijn geweest. Oh, dit is een hele gevaarlijke sprong. Sowieso is het beklimmen van deze stenen echt belachelijk gevaarlijk. Maar goed, dit is Bayek. Hij is een badass. Hij doet het op zijn blote voetjes zelfs. We gaan een nieuwe regio intrekken vanaf deze bergen. Ik heb er zin in. Boven op de bergen zal ik mijn kameel erbij roepen. Zullen we wat verder en wat harder gaan trekken door het land heen. Richting het noorden. Ik zal jullie nog even snel het stuk land laten zien. Hier staan we dus. Zo, eindelijk ben ik nu boven op die berg. En kan ik naar deze plekken afreizen. Daar waar ik al heen wilde vanaf het begin van het spel. Maar ik kon hier nooit heen, want het was simpelweg te hoog, weet je. Het level was te hoog. Dit heeft iemand gemaakt hier. Op zich best wel een coole foto, toch? Maar ik ga jullie in ieder geval van harte welkom heten bij deze aflevering 39 van Assassin's Creed Origins. Op mijn kanaal staan we dan. Het is nacht in ieder geval. Ja, ik ben eigenlijk gewoon precies op het punt waar ik ben gestopt. Misschien is dit leuk om te doen. Oh, hij redt het net niet. Dat is zonde, hè? Ja. Daarboven allemaal hyena's en zo. Maar we gaan dus dit gebied intrekken, kijk. Bam. En daarna naar die. De Green Mountains. Dat is raar. Ik krijg er 50 XP bij voor het ontdekken van deze regio, maar het heeft nooit in mijn scherm gestaan. Ik ben benieuwd wat daar is, joh. Hey man. Wat word ik achterna gezeten? Oh, leeuw was het ook. Holy shit, een leeuw. Ja, daar moet je niet mee fucken. Zeker niet in dit gebied, want dan zijn ze bijna niveau 35, 36, zoiets. Ja. Hey, een standbeeld. Wow, 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 kijk. Wow. Nice, maar volgens mij zag ik er nog een. Die huiden zijn namelijk enorm veel waard. Die zijn echt zeldzaam. Hier zie je. Luipaardvel. Ik vind het zo mooi. Mijn kameel heeft zo'n derpy hoofd. Dat is echt niet normaal. Oh, what the fuck. Ik vergeet gewoon het hele standbeeld.
Nice. Come on, man, kill it. Nice. Hoe zielig ik dit ook vind, het is wel heel erg goed voor de huiden. Nou, ik ben echt gewoon veel te benieuwd naar dat dorpje. Daar komt het op neer. Ik vind het ook best wel mooi om die groene bossen hier te zien. En eigenlijk is er heel verandering in het landschap te zien. Siwa is best wel droog, weet je. Daar is echt een meertje, woestijn en palmbomen. Dat is wat je daar ziet bij Siwa. En dit zijn toch wel groene bossen. Oi, 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 twee. Aha, het is een kampie. Stop right there. The guards here are vigilant. Ik heb echt nieuwe pijlen nodig, joh, niet te geloven. Huh? Hey, hold on. Oh shit. Is dit nou gewoon... Oh, kijk, hij is vergiftigd door dat lijk. We'll soon be spilling some blood, brother. Wait. I will kill you. Hold on! Hey! Good. I'll kill you.
Useless to run, Kerr! Time to die, Philae. Wow, ik heb ze zo awesome aangepakt. Dit vonden ze denk ik echt niet chill. Oké, nagaan jongens. We gingen het spel uitspelen en kijk waar ik nu ben. Puur gewoon uit interesse voor dit gebied, wat er nou al die tijd naast Siwa lag. En blijkbaar is er dus nog een kapitein te vinden. En we hebben nog geen enkele keer Senu gebruikt ook. Ik vind wel echt veel hier. Echt zoveel dat ik misschien gewoon binnenkort die trophy kan gaan halen. Dat ik eindelijk 100 snuisterijen in één keer uit mijn inventory verkoop. Fucking vet dat brandende zwaard. Shout if you see anything. Shows here, we kill it. Damn, you are not dead. You're going to bleed. Hey! Got you! Going to kill you! What made you decide today was a good day to die, huh? Ha, allebei. Motherfuckers. Let's go. Gaan we volgen? Kom op. Heerlijke manieren om guys uit te schakelen. Zo, laten we eens even kijken waar de fuck die laatste schat is. Zo, hier is nog heel veel loot.
Oké, het gaat alleen om dit simpele torentje. Hij heeft, als het goed is, koolstofkristal. Dat is de laatste treasure die mist. En dan kunnen we de weg vervolgen door de regio's heen die gloednieuw zijn. Om uiteindelijk uit te komen bij die boerderij waar hij wellicht is geweest. Let's go. Ik vind die zwarte kameel lief, man. Dat is echt een cutie. Hij heeft echt zo'n derp hoofd. Wat een vet wapen trouwens, hè. Ik heb ook net een nieuw schild opgepakt van die commandant, viel me op. En dat schild was echt heel goed, heel hoog. Ik weet niet of het hoger is dan het schild dat ik al heb. Leeuwenhol. Ik gok dat het vol zit met leeuwen. Beetje gevaarlijk. Wow, het zit inderdaad vol en ik kom hier ook niet weg. Fuck, fuck, fuck. Sorry guys. Het was last als een albino leeuwtje. Zo, wat een gigantisch gebied. Even kijken waar ik interessante dingen zie. Als ik kijk, dan gaan we nu rechtop. Ja, het nieuwe gebied af. Cool. En daar moeten we ergens zijn. Het gaat namelijk om een boerderij waar Flavius wellicht langs zou zijn gekomen. Nou. En Flavius. The fucking top of the order. Die iedereen voor het karretje heeft gespannen en mijn zoon heeft vermoord. Hij heeft mijn zoon vermoord. Dus hoe boos moet Bayek wel niet zijn op die guy? Kijk hoe dat kan. Kijk hoe ik hem wel rent. Het is hilarisch. Wow, dit voelt heel erg Assassin's Creed 2 opeens. Wat is dit? Ah. Fortifications. They are Roman. The Roman presence here is zealous and oppressive. Nou ja, Romeinse wachttoren. Wow. Wat zijn de locatiedoelen daar? Ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Een kapitein en één schat. Misschien is het toch wel slim om het eventjes te doen. Daarnaast vind ik het ook altijd wel echt leuk om te doen. Let's go. Romeinse wachttoren. Wel vet dat we gewoon ook tegen de Romeinen vechten hoor. Jezus man. Ik zeg van alles wat in dit spel hè. Hoppa, deze duwt neer door vuur. Ik had die helemaal overgeslagen. 600, daar doen we het voor. Oké, damn. Dit is best wel heel erg hoog. Kijk, daar zou wellicht een boerderij kunnen zijn. Wat is het hier mooi trouwens. Het is compleet in Romeinse handen.
Maar ja, Flavius klinkt ook gewoon best wel Romeins. Die guy zag er ook Romeins uit. Het is gewoon die guy uit Rome. Als het goed is. Dit ziet er heel vet uit. Waar gaan we nu rechtop af dan? Ja, het zijn een soort weilandjes hier. De Green Mountains. Nou, zullen we dan sowieso dat gebied synchroniseren en daarna naar de boerderij gaan? Laten we dat maar doen. Dat is toch wel belangrijk. Dat is daar. Ik vind het wel echt heel mooi om ook groene gebieden te zien. En dit is natuurlijk gewoon hun land, hè? Het land van de Egyptenaren. Bayek's land. Alleen je ziet hoeveel er zijn die het land wilden innemen in die tijd. Echt bizar. Ja, daar gaat de main quest verder. Wat een prachtig gebiedje, hè? Dit is echt... Poh, fucking nice. Kijk deze natuur. Sluipmoordreeks? Ik sta gewoon stil en ik haal een sluipmoordreeks. Wow. Wat is dat toch? Ja, hier, we zijn nu zo dicht bij de main quest dat de game aangeeft je kan Sindhu oproepen op deze manier. Alleen ik wil eerst even daarheen. Dat is ook niet zo gek. Het is een compleet nieuw gebied. Ik vraag me echt af wat ik hier allemaal zie, hoor. Het is net alsof ik door Rome ga. Ze zijn gewoon zelfs hun hele architectuur aan het doorvoeren hier. Ze zijn echt wat land aan het overnemen in deze regio. En laten natuurlijk de arme Egyptenaren voor zich werken, hè. Last thing we need is to get shipped off to the aqueduct. Ik heb ook echt gewoon zin om hier sidequests te doen. De nachten hier aan bed. Kijk nou. Jeetje. Ja, dat dacht ik al. De goeie. Wow. Hun eigen infrastructuur, hun eigen architectuur. Aquaducten. Jezus. In Egypte. Oh, insane, hè? Het is echt raar om door de geschiedenis heen te rennen. Ik vind dat echt heel, dat ze dat altijd heel goed neerzetten, hoor, Ubisoft. Wat is het groots, mannen? Kijk even. En Gerrit, ik zag het ook al op afstand hoe groot het was. En hoe typisch Romeins het eruit zag. Eigenlijk zou ik dit ook een keer gewoon compleet werkend willen zien. Dus dat er echt een aquaduct gewoon werkt. Eentje die al af is, die al gebouwd is. Ik zou dat echt willen zien hoe ze dat hebben vormgegeven. Niet te geloven, hè? We zitten zelfs op een locatie waar een locatiedoel behaald kan worden. Ja, heel mooi hoor. Ik sta een beetje versteld. Kijk mijn ogen uit. En die arme Egyptenaren maar hard werken. Rustig maar, jullie mogen gewoon chillen, jongens.
Zo hard aan het werk. En dan glist hij met zijn kopje in de muur. Nee, ik vind het heel vet om te zien dit landschap op deze manier. Ze zetten het echt naar hun eigen hand. Kappen bomen om daar waar nodig. Crazy. Nou goed. De boerderij waar Flavius wellicht langs zou zijn gekomen tijdens zijn reis. Gaan we nu rechtop af. Het is echt... wauw. Ik ben trouwens wel benieuwd, hè, om zo'n sidequest die dan hier beschikbaar is, om die even aan te horen. Zo van, wat is hier jullie probleem? Dat plek is de bowels van Hades. Ik zag cousin Hoy yesterday. He said the Romans will start making examples of people soon. Cut a few throats. Romans! The foreman sent a guard to check on us? We were not complaining. We were working hard. I am not a guard. I am a Magi from Siwa. Does he treat you badly? The work here looks backbreaking. No. Compared to the sea ones up at the aqueduct, we are revered like pharaohs. I would not go that far. Are there problems at the aqueduct? Some snooty engineer, Vitruvius. He is working our countrymen to death, and now the Roman army is involved, which is never good. I will see what is going on, Senny. De goede Romein. Zie je? Toch problemen met het aqueduct daar, hè? Maar goed, wat ik al aangeef, ik wilde gewoon even kijken wat voor soort problemen hun hier dan hebben. Maar ik ga me er nu op dit moment niet mee bezighouden. Ik ga op afstand eventjes Senu erbij roepen. En kijken wat er gebeurt als ik hier de boerderij inspect met Senu. Is hij hier gewoon aanwezig? Nee, toch? Ja. Ik zie heel veel bloed. Wat? Zelfs de beesten zijn dood? Wat de hel is hier gebeurd, Flavius? Ja, is het heavily guarded? Ik zag namelijk geen enkele guard. Noem je dit rusten? Hij is letterlijk circus aan het lopen. Hij is zijn werk aan het doen. Ik verhonger tot het bot. En hij is aan het rusten. Oh. Moet ik het even uitleggen, spel? Heavily guarded? Wat lul je nou, Bayek? Er is geen hond hier. Sneak voor de zekerheid maar. Stop, Mereruka! I beg you! By my sacred oath, forgive me! Peace! I am not your enemy! I am sorry. It is just... he was such a gentle soul. Once had me treat a wounded dog he had caught in a snare. Why would he do this? I have seen this before. In Siwa. I'm looking for the soul eater responsible. Flavius. The proconsul? That sack of rancid godshit murdered my son. Raised my village. And now marches through your land with the light of Amun-Ra.
Come. Let us search the farm. Look for survivors. I am Bayakusiwa. Praxila, of this land gone mad. Why would Flavius do this? They are just poor Siwan farmers. They stood in his path. Ongelooflijk, inderdaad. Het zijn gewoon onschuldige farmers. En kijk de ravage. Het is echt bizar. Even chill, gast. Daar, hier lopen allemaal guards opeens. Ze zijn overduidelijk naar iets op zoek. Aha. Nou is opeens wel allemaal... shit te beleven in de boerderij. Was het net niet gespand of zo? Nou goed, ik ga ze sowieso afmaken. Fuck deze guys. I should be cautious around here. Ik probeer hem af. Sterkus. Nullo intelligo. Oh. No, Nestik. There are still soldiers here. Then we must be careful. Oké, ik lok nu gewoon twee gasten naar gif. There must be someone left alive. Women, children. Perhaps someone is hiding. Fuck die guy. Hij is aan het kotsen. Fantastisch. Continuat fratres canis non sanguinum al sepulcrum. Zo. Hij am maskut. Hij is begemid, Erit Schmidt. Pittig wijfje wel. There must be someone left alive. Women, children. Perhaps someone is hiding. Nanette, are you all right? What happened here? Red cloaks and that milk soup with the lion's head. Took anyone who could work. Farmhands, my son Kade, everyone. Then he came. Dark eyes hooded as a raven. I wanted to throw stones to shoo him off. Something golden, bright in his claws. Held it up, crowing as they fell before him. Some by their own hands, others by those dearest to them. Against nature, everyone crying, screaming, running, dying. How did you es- No one sees poor Ninette, an old woman's husk with clouded eyes. But I saw them, didn't cry out, bit my tongue till I choked on the blood. The men who did this, we will find them. Better hurry, girl. Raven flew north to the home of the huntress, overheard Red Cloak squawking. Bring Kade back to me. I will try. Flavius also robbed me of my boy. Let us bring Nenet to my cart. Will you follow Flavius? Wacht eens even. Die gast heeft gewoon het artefact uit Siwa weggenomen, dat gouden, weet je wel. En vanaf dat moment laat hij zeg maar mensen, hij mindfuckt ze meteen. For your son. Iedereen raakt er compleet geflipt door. You must miss him very much. All my waking and sleeping hours. You will see him again in the field of reeds. I hope so. Nanette spoke of the home of the huntress. Yes, Cyrene. The shining porticos of Roman conquest. It is north of here. If Flavius is there,
I will find him and destroy every fiber of his car. When you arrive in Cyrene, look for my friend Diocles. I would trust him with my life and yours. As a magistrate, he hears petitioners in the Agora. Give him this. I hope this heals the madness in this land. I pray you get the justice you seek, Bayek. Why would they take Nenet's son, Kade? The Citadel casts a long shadow over Cyrenaica. There are rumors that General Agrippa and Flavius are preparing for war. Against Egypt? Do you doubt their ambition? No. They won't stop until I stop them. I will bring Nenet to my clinic in Balagrei, south of the Temple of Asclepius. Though that place has troubles enough. I will find you if I can. Oké dan. Hij is geüpdate. What the fuck? Spelen met vuur. Even kijken, als we naar missies gaan. Dan zie je, secundair is dit erbij gekomen. Een 33 missie, spelen met vuur. En een rotte appel. En dit heeft allemaal best wel te maken met de story, zeg maar. Dus je werkt langzamerhand naar dit toe, het laatste wegen. Bayek en Aya reizen Flavius en het reliek van het orakel achterna naar Siwa. Maar dit soort dingen, spelen met vuur. Er staat bij, generaal Agrippa dwingt Egyptenaren om in de Citadel aan een vurig vernietigingswapen te werken. Dus hij dwingt ze. Die mensen kunnen niks anders. Op de een of andere manier is de Romeinse ingenieur Vitrivius erbij betrokken. En hier gaat het om dezelfde gast gewoon. Oké, we gaan hem aanzetten, we gaan het zien. Ik heb best wel veel dingen die ik kan wegdoen. Ik heb ook slechte, maar ook goede nieuwe wapens gekregen, geloof ik. Nee, slechte wapens en een goed schild, dat was het. Hier, check het schild. 81. Ah, we moeten niveau 34 voor zijn. Oké, duidelijk. Oh, een gek schild hoor. Holy shit, man. Maar ik vind dit een best wel heftig gebied. Hier is het opeens echt aan het losbreken. Mars incarnate, Flavius of Cyrene. Did you hear the beautiful music? Done, done. Flavius has taken their wits. This is not good, or natural. Will they dance till their feet bleed? Fuck hun. Kijk ze nou. Ja, iedereen hier, de inwoners zijn geflipt. Daarom werken ze ook voor hun. Oké, ik mag gaan eerst even kijken. We will have a bacchanal. The Lord Flavius is our muse. We offer you our true expression, God who walks among us. I will dance till I can dance no more. Flavius has made us his maidades. He has given me ivy leaves to wear. I give my feet in service of Flavius, the god of war. Oh, great and beauteous Flavius! Unconquered, heroic, furious Mars. Rejoice in strife and in the bloody wars. Ja, wat de hel. Nee, elke Assassin's Creed heeft natuurlijk in het teken gestaan van bepaalde artifacts die een kracht bevatten, waardoor je of onsterkelijk wordt, of iets anders. Bijvoorbeeld in de eerste games ging het altijd om de Gouden Appel of Eden, weet je wel. Het ging altijd om dat bepaalde rijk van de eerste beschaving, zo benoemden ze het altijd. En in andere Assassin's Creed ging het bijvoorbeeld weer om een bepaald artifact of reliek, hoe je het wil noemen. Wie dan bepaalde krachten had om weer het onsterfelijke leven te hebben. Dat soort bullshit. Oh,
Oei, oei, oei. En zo is dat nu ook weer het geval. Die Flavius is in macht van een bepaald item, wat deze mensen compleet brainwashed. En dat is toch best wel heftig. Waardoor die bijna iedereen achter hem hebt, maar op een onnatuurlijke wijze. Dus wat ik doe hier, ik ga simpelweg eventjes het gebied in kaart brengen. Even kijken waarmee we te dealen hebben. En dat ga ik meteen aan het begin van de volgende aflevering doen, jongens. Hier, deze arme mensen zijn gewoon gebrainwashed en ze moeten keihard werken ondertussen aan bewapening. Katapulten, et cetera. Voor Flavius. En ze kunnen zelf niet zeggen, nee, dat doe ik niet. Want het artefact heeft ze in de macht. Oké, zit gevangen. Oei, die guy is level 37, heftig. Ik moet maar even zien te ontwijken dan. Daar binnen ook uitroeptekens. Dit is gewoon een gigantisch fort, even kijken. Ja, dit is gewoon een gigantisch fort. Er zijn schatten te vinden, kapiteinen te doden en één commandant. Dus thanks voor het kijken, guys. Tot aflevering 40, waar we dit epische avontuur gaan vervolgen. Peace.